gaat over de stralingsbalans. En als je aan straling denkt, zou ik me kunnen voorstellen dat je al heel snel denkt aan bijvoorbeeld radioactiviteit of straling in een magnetron of iets in die richting. Maar in dit geval heeft alles te maken met het belang van zonnestraling en de aarde en wat voor temperatuur we daardoor op aarde krijgen. En dit kan ingewikkeld zijn. Het is wel van belang dat als je dit abstracte thema lastig vindt, dat je dat opschrijft of probeert te begrijpen. Ik heb ze even uitgewerkt. Ik wil überhaupt kijken naar het begrip stralingsbalans. Dus wat is dat precies? Ik wil met jullie kijken naar kort- en langgolvige straling en waardoor dat ontstaat en waar je dat aan kunt herkennen. Albedo-effect. Nou, dan koppelen we daar het broeikaseffect aan. En vervolgens wil ik met jullie kijken naar het concept latente energie. En dat is zo'n begrip wat je kunt uitwerken aan de hand van een conceptkaart. En dat wil ik jullie laten zien. Eerst maar eens kijken naar de stralingsbalans. Je ziet hier de hele stralingsbalans weergegeven. Onthoud dat de zon de belangrijkste motor is van energie op aarde. Stel je eens voor dat je buiten loopt en je loopt met blote voeten in de zomer het strand op. Dan zul je voelen dat zand kokend heet is. Dat zand is niet opgewarmd doordat de aarde warm is, maar dat zand is opgewarmd door de energie, de straling van de zon. Als je kijkt naar deze twee kaarten, of deze twee tekeningen zijn het eigenlijk, zie je dat er een verdeling bestaat van zonne-energie. Die zonne-energie die wordt maar voor een gedeelte geabsorbeerd door het aardoppervlak. En ik ga ze zo dadelijk even uiteenzetten in de lange en de kortgolvige straling om te kunnen uitleggen wat er precies gebeurt. Want dat is essentieel om iets te kunnen zeggen over bijvoorbeeld de verschillen in temperatuur op aarde. Nou. Ik wilde met beginnen de kortgolvige straling. Als je het hebt over kortgolvige straling, is dat de straling die direct van de zon afkomstig is. Dus de straling van de zon die een object kan opwarmen. Als jij bijvoorbeeld in de zon gaat zitten, warm je op door zonlicht. Wat je dus voelt, is de directe kortgolvige straling van de zon die door de dampkring het aardoppervlak bereikt. Maar als je nou kijkt naar dit plaatje, dan zie je dat onderweg een groot gedeelte van die kortgolvige straling verdwijnt. Dat kan namelijk terugkaatsen door bijvoorbeeld stof in de atmosfeer. Stel je hebt een vulkaanuitbarsting. Die asdeeltjes zijn net kleine spiegeltjes. En die kleine spiegeltjes reflecteren die kortgolvige straling terug de ruimte in. Dus op dat moment wordt de aarde niet opgewarmd. Wolken zijn een andere grote reflector. Hoe witter de wolk, hoe groter het reflectief vermogen, hoe meer zonlicht er terug zal kaatsen de atmosfeer uit. Dus die gaat terug de ruimte in. Aan de andere kant heb je ook het aardoppervlak. Denk even aan Antarctica. Een enorme sneeuwmassa, ijsmassa, dit is wit. Het reflecterend vermogen van een wit oppervlak is veel groter dan een zwart oppervlak. Dus ook daar wordt een groot gedeelte van het zonlicht, van die kortgolvige straling, teruggekaatst de ruimte in. Een kort voorbeeld. Stel je voor, je gaat in de zomer bij 30 graden met zwarte kleding rondlopen. Wat voel je dan? Heel warm. Heeft iemand een idee waardoor dat komt? Exact. We hebben het hier dan over absorptie. Waar wit reflecteert, absorbeert zwart. En dat is precies wat je aan de andere kant ziet. Want die zonnestraling wordt niet alleen teruggereflecteerd, maar een gedeelte wordt ook geabsorbeerd door stof of door de wolken. Dus dat betekent dat een gedeelte van de straling die voor warmte zou kunnen zorgen op het aardoppervlak, dat aardoppervlak niet bereikt, maar in dit geval wordt opgenomen door elementen in de atmosfeer. Het grootste gedeelte wordt echter door de zon tot aan het aardoppervlak doorgestuurd en dan geabsorbeerd door het aardoppervlak.
En dat geeft ook aan waarom het bijvoorbeeld rondom de evenaar zo warm is. Je hebt daar relatief weinig reflectie, want er is relatief weinig sprake van wolken. In ieder geval iets ten noorden van de evenaar moet je dan eigenlijk zeggen, denk aan de Sahara. Waardoor er dus sprake is van snelle opwarming van het aardoppervlak op die plaats. Gewoon omdat de aarde daar veel kan absorberen. Heeft even jullie een idee hoe het kan dat de absorptie daar zo groot is? Wat gebeurt er met de zon rondom de evenaar? Laten we het maar even zo simpel houden. Iemand een idee? Oké. Dan is het simpel dat ik hem uitleg. Als je kijkt naar het aardoppervlak, dan heeft de zon een verschillende invalshoek. En nou staat er dus nog een tekst op die iemand heeft opgeruimd. We hebben de aardbol en we hebben een lichtbundel van de zon die het aardoppervlak beschijnt. In dit geval is die bijna loodrecht. Dat betekent dus dat de energie, die kortgolvige straling van de zon, een relatief klein oppervlak op de aarde opwarmt. Dat betekent dus dat er heel veel energie op één plaats kan worden opgeslagen door de aarde en dus de temperatuur daar hoger is. Maar zou je nou op het noordelijk halfrond zitten, ergens bij de Noordpool, dan is dat oppervlak groter geworden omdat de invalshoek anders wordt. Je hebt geen loodrechte hoek meer, maar een hoek van 45 graden, whatever. En het gevolg is dus dat die energie, die kortgolvige straling, over een groter gedeelte van de aardkorst moet worden uitgespreid. Dat is de reden waarom wij hier op het noordelijk halfrond minder warmte ontvangen van de zon. Ja, omdat dus het oppervlak wat de zon moet verwarmen groter is. Nou, we hebben het hier nog steeds over die kortgolvige straling. En in principe is dat niet de straling die wij voelen. Want de straling die wij als mensen voelen, is de langgolvige straling. En wat is dan de langgolvige straling? Dat is eigenlijk de straling die een door de kortgolvige straling opgewarmd object terug uitzendt. Dus stel je voor, de zon heeft de hele dag op je huis geschenen. En 's avonds sta je voor je huis en je voelt aan de muur en die muur is warm. Die warmte die je voelt is de langgolvige straling. Dus eigenlijk is dat de straling die terugkeert vanaf opgewarmde objecten. Simpeler voorbeeld. Stel je voor, je stopt een magnetronmaaltijd in de magnetron. Die maaltijd wordt opgewarmd door kortgolvige straling uit die magnetron. Je pakt het eruit en het eten, Niels, is warm geworden. Die warmte die je voelt is langgolvig. Dat verschil is essentieel. Want dat geeft namelijk een verklaring voor waarom het op bepaalde plaatsen op aarde zo warm is. Als daar je heel veel opwarming hebt gehad door zonne-energie, omdat die daar heel krachtig is, betekent dat de aarde daar meer warmte kan terugsturen. En dat is je langgolvige straling. Een gedeelte van die warmte zal natuurlijk terugkeren het heelal in. Want die warmte wordt niet vastgehouden. Ook weer een verklaring waarom het in een woestijn in de nacht zo koud kan zijn. Die langgolvige straling wordt nergens door tegengehouden. En kan zomaar terugkeren in de atmosfeer. Maar een heel groot gedeelte van die warmte die wordt opgeslagen in onze atmosfeer. En dat is belangrijk, want daardoor is onze aarde leefbaar. De aarde wordt leefbaar doordat warmte, langgolvige straling, wordt vastgehouden door bijvoorbeeld, wolken, door broeikasgassen. In ieder geval allerlei zaken die in onze dampkring aanwezig zijn. Nou. Wat zie je nou hier? Je ziet een getal staan, daar staat 102 en 114. Dan zul je denken van hoe kan het nou dat er meer warmte vanaf de aarde
teruggestuurd wordt? Heeft iemand een idee waar die warmte vandaan kan komen? De aarde zelf geeft natuurlijk ook wel een klein beetje warmte af. Ik had je vinger niet gezien, sorry Niels. Dan zie je dus dat die aardwarmte zelf ook nog wel een klein beetje invloed heeft op hetgeen dat wij voelen. Maar het meeste is dus warmte opgeslagen, die dus afkomstig is van de zon. Je hebt kluisje directe straling en een directe via de atmosfeer. Ja. Je ziet dus dat de warmte die wij voelen niet zomaar de warmte van de zon is. Als de zon ons opwarmt, betekent dat de kortgolvige straling ons net als in de magnetron aan het opwarmen is. En de warmte die wij voelen is de langgolvige straling die dan weer verdwijnt. En dat proces is essentieel voor leven op aarde. Zonder deze dampkring, die bij ons dus een hele belangrijke rol speelt in het vasthouden van warmte, was er bij ons op aarde geen leven mogelijk geweest. Dus ja, die straling heb je. En daar hoort iets bij. Het begrip albedo-effect. En ik noemde het net al heel even. Je hebt te maken met het reflectief vermogen van een object. Niet voor niets dat huizen in bijvoorbeeld Griekenland, of in het Middellandse Zeegebied, wit gekleurd zijn. Die huizen reflecteren meer zonlicht, absorberen minder energie, waardoor ze koeler zijn. Als ze zo'n huis zwart zouden hebben geschilderd, was het een oven. Dus daar wil je niet wonen. Wat er dus gebeurt is dat sneeuw en ijs, veel van die kortgolvige straling, terugkaatsen de ruimte in. En dat betekent dus dat de temperaturen daar relatief lager zijn. Maar er is een probleem. Door klimaatverandering neemt het reflectief vermogen van de Noordpool af. Neemt het reflectief vermogen van Groenland af. Neemt het reflectief vermogen van Antarctica af. Want hoe minder ijs er is, hoe meer warmte er geabsorbeerd kan worden. Of hoe meer straling er geabsorbeerd kan worden. Wat zou het gevolg zijn van het opwarmen van bijvoorbeeld Groenland, doordat daar minder ijs aanwezig is? Wat zou een vervolgstap kunnen zijn? Stel je voor, de zon smelt een gedeelte van een gletsjer op Groenland. Daardoor absorbeert de bodem meer warmte. Wat gebeurt er dan? Ja, de aarde wordt warmer met als gevolg? Precies, dan smelt er meer ijs. En wat gebeurt er dan als er meer ijs smelt? Ja, dat is een stap nog verder. We houden het ons even bij albedo effect. Wat gebeurt er als er dus nog meer ijs smelt? Wordt de aarde weer warmer, die absorbeert meer, smelt weer ijs. Dat proces zorgt er dus voor dat die gebieden opwarmen. En dat is, klinkt een beetje gek, dat noemen ze een positieve terugkoppeling. Dat wil zeggen dat het een positief effect heeft op het proces dat plaatsvindt. En nou, dat zorgt er dus voor dat die gebieden sneller opwarmen dan gebieden waar er geen ijs aanwezig is. Nou, ik noemde al het voorbeeld van zwarte kleding in de zomer. Ik noemde al het voorbeeld van witte huizen. Dit is niet voor niets. Dit zijn allerlei processen die een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van ons klimaat. En daar hoort natuurlijk het begrip broeikaseffect bij. En daar gaan we nu even naar kijken. We hebben twee soorten broeikaseffect. We hebben ons natuurlijk broeikaseffect en we hebben het versterkt broeikaseffect. In de basis, zonder broeikaseffect, geen leven op aarde. Absoluut geen leven mogelijk. Wat gebeurt er nu? In onze atmosfeer zijn van nature gassen aanwezig die warmte absorberen. Dus het zonlicht dat het aardoppervlak opwarmt, dus de kortgolvige straling, zorgt ervoor dat langgolvige straling terug probeert te gaan het heelal in. Maar dat kan niet, want een gedeelte van die straling, van die langgolvige straling, wordt vastgehouden of tegengehouden
door de atmosfeer, door de broeikasgassen in de atmosfeer. En dat proces zorgt ervoor dat wij dus een leefbaar klimaat hebben op aarde. Wat wij nou hebben gedaan is dat wij in de afgelopen, zeg 200 jaar, als mens steeds meer extra broeikasgassen in de atmosfeer zijn gaan pompen. En die extra broeikasgassen zorgen ervoor dat er meer warmte dat normaal gesproken terug het heelal in had gegaan, wordt vastgehouden. Vergelijk het met een extra deken in de zomer. Lig onder een extra deken in de zomer en er blijft meer warmte hangen en je krijgt het warmer. Dat proces is het versterkte broeikaseffect. Dus het versterkt broeikaseffect is eigenlijk niets anders dan het extra vasthouden van langgolvige straling die vanaf het aardoppervlak terug zou willen gaan de atmosfeer in en vervolgens de ruimte in, maar dat niet kan. Dit verschil is essentieel. Als je een keer een vraag zou krijgen over leg uit wat het broeikaseffect is, het natuurlijk broeikaseffect, kijk dan puur en alleen naar het broeikaseffect dat natuurlijk op aarde aanwezig is. En niet naar hetgeen dat door de mens veroorzaakt wordt. Even een zijstapje, ga naar een planeet als Mars. Mars heeft een atmosfeer, maar heel weinig broeikasgassen in de atmosfeer. Dat betekent dus dat de straling van de zon die daar het aardoppervlak bereikt, voor het grootste gedeelte als langgolvige straling gewoon weer wegvliegt. En daarom is het daar relatief gezien veel kouder dan op aarde. Aan de andere kant, op Venus is die laag aan broeikasgassen zo extreem dik dat die warmte niet meer weg kan. En de oppervlaktetemperatuur van Venus is daarom gemiddeld 400 graden. Je ziet maar weer hoe belangrijk het is dat wij het evenwicht behouden als je het hebt over klimaatverandering. En dan latente energie. En dit is een heel naar begrip. Ik was deze les aan het voorbereiden en toen kwam dit begrip voorbij. En toen dacht ik van hoe ga ik dit nou in vredesnaam uitleggen? Nou, ik zei al, bij dit hoofdstuk hebben we relatief weinig opdrachten zitten. Dat betekent dus dat je voor jezelf bepaalde dingen zou moeten leren uitleggen. Nou, in dit geval heb je het dus over zo'n begrip van hoe ga je zo'n concept, want dat is het nu eigenlijk, uitleggen. Nou, dat kun je doen met wat je noemt een conceptkaart. En een conceptkaart is een kaart waarbij je het concept, in dit geval dus latente energie, centraal stelt. Hoe leg ik nou uit wat latente energie is? Nou, als je het hebt over klimaat, is energie nodig om bijvoorbeeld een vloeistof om te zetten in een gas. Dat kost energie, dus dat betekent dat er energie van de zon wordt opgeslagen in dat proces. Nou, dat kun je op dit plaatje zien. Je hebt hier de zon, dat is je energiebron. En die energie die belandt in dit geval op zeewater. Doordat dat gebeurt, vindt er verdamping plaats. Absorptie van zonlicht door de zee kost energie. Maar ook absorptie in het proces van water naar gas kost energie. En daardoor daalt de omgevingstemperatuur. Wie van jullie heeft er toevallig thuis zo'n aircooler staan? Of een airco? Ja. Een airco werkt precies op dezelfde manier. Het kost de energie om van warmte een lagere temperatuur te maken. Dus in het proces waarin die airco van warmte kou maakt, wordt energie gebruikt om dat proces om te zetten. Dus de koelte die je voelt uit die airco is eigenlijk niets anders dan een overgang van water naar gas. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook voorkomen dat je van gasvorm weer water maakt. Het proces wanneer neerslag ontstaat. En daarbij levert het proces eigenlijk energie op en wordt het weer relatief gezien warmer. Wat is dan latente energie? Latente energie is eigenlijk niet zo anders dan de energie die nodig is om zo'n faseverandering door te kunnen maken. Dus van water naar gas kost de energie en dat is je latente energie. Nogmaals, dit is een ontzettend abstract concept. En het is heel erg lastig om dit heel concreet te kunnen maken zonder het te tekenen. Vandaar dat ik die tekening heb gemaakt in de hoop dat ik jullie op deze manier wat meer kan laten zien over het proces dat hier plaatsvindt.
En ik heb nog geen afspraken gemaakt met Friso over hoe we dit gaan doen. Maar het uitwerken van conceptkaarten per paragraaf kan heel raadzaam zijn om deze stof, die best wel heel pittig is, te kunnen leren. Goed, tot zover. Video verschijnt weer online.